Wij zijn Revue Blanche. Wij zijn een kamermuziekensemble met een sopraan, Laure Binon, fluit Caroline Peters, ikzelf altviool en harp Anouk Sturtewagen. Het is eigenlijk een beetje een vreemde combinatie van instrumenten toch. En dat maakt het moeilijk soms, maar ook wel heel uitdagend en ik hoop ook bij momenten wondermooi, omdat er zoveel verschillende kleuren zijn. Hè. Het mooie aan de klankkleur van Revue Blanche is dat ze eigenlijk uniek is. Er is eigenlijk geen ander ensemble dat doet wat wij doen. Dat klinkt zoals wij klinken, omdat het gewoon niet bestaat. Het is een uitdaging om het te laten blenden, maar als dat dan lukt, met de sopraan erbij, kan er wel echt magie ontstaan. In die muzikale zoektocht is hetgeen dat komt bovendrijven toch wel het zoeken naar de grenzen tussen de klankkleuren. Dat zijn misschien de dingen waar dat we toch redelijk intensief naar op zoek blijven gaan. En ja, dat is gewoon ook superleuk. Wij proberen nooit geen compromis te maken, want dat is altijd nog vis, nog vlees. We kunnen beter dan iets uitdagends doen dat overtuigend is, dan iets halfslachtig. Er bestaat niet veel origineel repertoire voor ons bezetting, dus daarmee hebben wij een ongelooflijke vrijheid. Wij kunnen gewoon wij kiezen wat we mooi vinden en dan laten we het arrangeren. En daarvoor werken we nu al een paar keer samen met Frederik Nijrink. Dat is een vriend van ons. Heeft ook de veel werken van onze vorige cd, Shelter, gearrangeerd. En hij is een heel open en veelzijdig persoon. Componeert uiteraard zeer goed zijn eigen muziek, maar kan ook heel mooi arrangeren. En ik denk dat hij de kleuren, de instrumenten van Revue Blanche goed kent. De centrale figuur waar het repertoire op de cd rond draait, dat is Misia Ser-Godebsky. Dus een hele kleurrijke dame die leefde op het einde van de 19e, begin 20e eeuw. Zij heeft schilders geïnspireerd. En dan spreken wij over Bonnard, Vuillard, Toulouse-Lautrec was een goede vriend. Maar ook Renoir en zelfs Picasso. Schrijvers zoals Proust en Jean Cocteau vonden haar leven zodanig exuberant en kleurrijk dat ze haar hebben opgevoerd in hun teksten als personage. Ja, Misia Ser is zeker een ongelooflijke, flamboyante vrouw geweest die echt in het middelpunt stond van heel veel interessante vriendschappen en met kunstenaars, met componisten, die ook aan de drugs zat en een beetje een liederlijk leven leidde. En op basis daarvan was het natuurlijk echt l'embarras du choix. We hadden gewoon zoveel repertoire dat interessant was. En, haar gedaante daarbij en haar belang in het leven van veel van de componisten of dichters is echt wel heel groot. Ze is echt wel die spil of de koningin van de Parijse salons, zoals ze ook genoemd wordt. Wanneer je in musea vandaag rondloopt in Parijs, kom je haar tegen op schilderijen. Maar op een of andere manier is zij een beetje vergeten. Misschien wat zij zelf weinig op papier heeft gezet. In ieder geval heeft zij heel veel mensen om haar heen geïnspireerd. En ik denk dat het daarom echt een heel boeiende en fascinerende figuur is om een repertoire rondop te bouwen. Zij moet heel veel indruk gemaakt hebben toen. En ik denk nog altijd vandaag.